helemaal Hollands. Nou kan ik me herinneren dat we met een tikkie liefde bezig waren met een album. Helemaal van jullie zelf. En nu zijn jullie bezig met een medley album. En dingen van onszelf. Dus we zijn een beetje aan het plannen wat we in welke combinatie iets gaan doen. Ook al zijn we helemaal Hollands, de mensen weten dat we Move It waren. Dus we hebben voor het nieuwe album I Save the Day in een medley gestopt. Heel leuk. Van Hollandse bodem? Ja. Maar Engelstalig? Het gaat hartstikke goed met ons en we hebben inderdaad we hebben er even wat langer over gedaan. We hebben wat kleine wisselingetjes. Ja. En we proberen op dit moment de laatste hand te leggen tussen de platenmaatschappij en het nieuwe management wat ons gaat doen. En dat heeft altijd wat voeten in aarde, maar we hopen binnen nu en 2 maanden terug te komen met een nieuw album en een nieuwe single. En voor de zomer staat alles op de rails. Platen verkopen niet veel meer, maar vaste fans bijvoorbeeld en aanhangen. Net zoals bij de piratenfeesten. Je kan zeggen, ik denk dat er meer mensen van het Hollandse lied cd's kopen dan mensen van Engelstalig. Want die mensen van het Hollandse lied die houden van dat tastbare. Snap je? Dat je echt de cd, de echte cd hebt en niet gedownload of weet ik veel wat. Kan je er nog eens een handtekening op zetten. En ik denk dat de Hollandstalige artiest ook dichter bij de fans staat dan de Engelstalige artiest, denk ik hoor. Nou, ik denk ook dat het te maken heeft met het feit van als een medley album van ons uitkomt en de kroeg of wat dan ook, het feesttent of wat dan ook, die hebben van ons gehoord. Het is een supermooi, het is niet meer, het is eigenlijk een soort promotieding van jezelf, waardoor je de optredens gaat doen. En je moet het eigenlijk als een stuk promotie zien. En je moet niet meer denken dat je buiten een aantal artiesten, dat je de 50.000, 60.000 singles verkoopt op dit, dat is niet meer zo. Maar het is wel zo dat als je een leuk album hebt, dat je merkt dat de mensen daardoor zeggen, hey, die gasten zijn leuk van de medleys of een leuk liedje. Nou, dat is de bedoeling. En verder nog wilde plannen dit jaar? Wilde plannen? Ja, alleen maar wilde plannen. Kijk, we hebben altijd een turbulent, we zijn gewoon eigenlijk 2 turbulente jongens en bij ons is eigenlijk niks altijd hetzelfde. We proberen ieder optreden verschillend te doen. We hebben leuke buitenlandse tripjes nog en ja, het is gewoon de leukste baan van de wereld, dus het wordt een wild jaar.